Vooral trots op ons team. We waren wel helaas de enige die het probeerde te forceren van tevoren. Omdat we wisten dat we niet iemand hadden die echt outstanding was. Moesten we het van tevoren proberen. Ja, een ploeg met sprinters hoeven dat niet. Maar dat was wel aan ons vandaag en dat hebben we wel goed gedaan. Vonden elkaar, gingen in de aanval aan de 40 kilometer. Ik denk dat we wel hebben geprobeerd het te forceren. En dan op het moment dat je weet dat het als alles bij elkaar blijft, helaas, dan op de oude Quaremont, ja, die ligt niet. En daar voelde ik wel mijn benen dat ik wel oké ben, maar nog niet top. Ja, je zegt nog niet oké. Heb jij voor jezelf een piekmoment? Nou, ik had wel gehoopt hier eigenlijk. Ik heb hier wel echt serieus naartoe gelezen. En ik had eigenlijk wel gehoopt hier echt alweer een supergoeie doen te zijn. Merkte ik vorige week al in de trofee binnen dat misschien dat ik iets ongeduldig ben. Ben geopereerd aan het herstellen van de operatie. En ze zeggen ook wel dat er echt 6-7 maanden voor staat. Voordat je weer een beetje op je oude niveau bent. Daar zit ik wel dichtbij. Maar het verschil wat Ellen van Dijk en wat anderen lieten zien. Degene vier die vooruit waren. Dat was gewoon nog niet het niveau wat ik kan halen nu. En dan de volgende wedstrijd, Waalse Pijl. Wat doe jij er nu nog aan om nog meer een stap te zetten? Ja, dus gewoon wedstrijdhardheid opdoen. Dus ik ga er echt ook voor gekozen om volgende week in de Energiewachttour te gaan beuken in de wind. Lekker op het kantje gaan hangen. Ja, dat heb ik gewoon nodig. Dus voor mij mag het er lekker gaan waaien, zware koers zijn. En ik denk dat ik dan wel weer, die wedstrijdhardheid heb ik nodig. En daar ga ik wel weer een stap van zetten. Het gevoel in mijn benen is gewoon hartstikke goed. En wat dat betreft ben ik gewoon hartstikke positief. Nu nog even die wedstrijdhardheid. Hoe moeilijk is het om te schakelen van dat je zelf voor een winst gaat? En als je dat in een wedstrijd voelt van dit gaat niet, om dan jezelf in dienst te stellen voor de ploeg? Het is wel even een switch die je moet maken. Want we vertrokken nu ook met Paulien en Anna als kopvrouwen. Maar moet ik zeggen, die hebben ook laten zien dat, dat ze gewoon echt beter zijn. En leg je daar ook wel mee neer. Het is wel wat andere rol. Maar ik heb ook wel het geduld, omdat ik weet dat mijn vorm er nog wel aan gaat komen. En denk ik, vind ik nu ook heel mooi om wat te kunnen doen voor de ploeg. En misschien later dat ik weer samen met hun het spel kan spelen. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. En dan blijf ik wat geduldiger.